Ja. Zo, morgen. Wederom bam. Ja, zeker. Oh, en ik weet nou wat dat woord was. Het was LARP. LARP of zo, ik weet niet. Ik dacht dat stiekem al, maar ik wou niet als de Uber-nerd overkomen hier natuurlijk. Ah, je staat toch al een klein beetje zo bekend, dus op zich waar ik niet zo heel veel uit. Nee, maar ik ben blij dat jij het nu zelf gevonden hebt. Ja, hè? Toch wel. Ja. Maar ik zie hier wel staan de Miss en Mr. Fancy Election. Zeker. Dus het is niet alleen maar een beetje leuk rondlopen. Het is ook nog een keiharde verkiezing, zie ik. Nee, daar zit een hele verkiezing bij. De eerste opzet was, we gingen die mensen echt op het podium roepen. En dan moeten ze allemaal met een mooie outfit komen. Ja. Nou, de eerste opzet... Want even voor de duidelijkheid. Het publiek is dus ook verkleed. Exact. Juist. Het is de bedoeling dat je verkleed komt zelfs. Ja. Nou ja, dan heb je natuurlijk ook mensen die gewoon als gothic gaan, zoals ze door het normale leven gaan, die zijn ook af en toe heel mooi verkleed. Mm-hmm. Maar het is de bedoeling dat je echt verkleed komt, want er is ook nog een prijs te winnen. Kijk eens. Als je dus echt gewoon in je van het meest fantastische outfit komt en je krijgt de eerste prijs, dan heb je zelfs een kans op een reisje naar Parijs verzorgd een weekend. Zo. Dus daar, dat wordt wel serieus. Ja, er zit een keiharde vakbekwame jury die checkt het natuurlijk even. Uiteraard, ja. Dus je moet wel even je best voor doen. Je moet je best doen. Er zit allemaal van die LARPers en die gaan dat beoordelen. Nou Jan, sla je slag. Ja. Je hebt altijd wel een hele mening. Maar even voor het praktische gedeelte. Waar moeten mensen zijn? Kunnen mensen kaartjes kopen? Hoe komen ze eraan? Precies, ik ga even precies uitleggen waar het is. Het is in de Keizerstraat in Scheveningen, ja. Keizerstraat 58. Dat is het YMCA-gebouw en daar vestigt ook op dit moment Saturnus Live Muziek. Ja. Die organiseert het event samen met Hammercat 42 en met Fashion & Music. Okay. Het is dus een avondprogramma, dus het begint om 8 uur. De deuren gaan open om 7:30. En je kunt de kaarten kopen via het evenement op Facebook. Maar dat is misschien wat moeilijker te onthouden voor de mensen. Het heet in ieder geval Miss & Mr. Fantasy Election 2015. Maar ik heb ook even snel een websiteje gecreëerd. En dat is fantasized.nl. Dus ik herhaal fantasized.nl. En daar kan je direct de tickets ook bestellen. Nou, laten wij het dan nog makkelijker maken en even op onze Facebook even een linkje zetten. Perfect. Ja, dat lijkt me nog veel handiger. Nou ja, dan gaan we doen. Ja, dan zou ik zeggen, misschien is het handig om ook nog even te laten zien, even laten horen wat er nog meer gebeurt in de stad. Ja, lijkt me een goed idee. Want volgens mij gebeurt er deze week nog meer leuke dingen. Ja, er zijn een paar dingen die... ik speak ondertussen even. Wat we hebben... 2 weken geleden hebben we daar al een liedje van gedraaid. Ik heb niet vrienden.